We hebben heel groot opgeschaald. Vooral omdat de kans op uitbreiding nog steeds aanwezig is, hebben we heel veel materiaal klaarstaan ook. Voor als die uitbreiding er komt, dat we direct in kunnen grijpen. In hoeverre zijn hulpverleners gehinderd toen ze hier naartoe probeerden te komen? Ja, gehinderd is altijd een groot woord, hè, maar je merkt er zijn maar een paar toegangswegen naar dit industrieterrein. En dat stroomde helemaal vol met mensen die wilden komen kijken. En we snappen best dat je van nature wil komen kijken, maar blijf vooral weg en geef die hulpverleners inderdaad de ruimte. Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Is daar wel iets over te zeggen bij deze brand? Ja, nou dat kan ik heel makkelijk beantwoorden met ja, want rook, daar zitten altijd gevaarlijke stoffen in. Of daar gevaarlijke stoffen in zitten die meer gevaar opleveren dan de normale rook, dat zijn ze nu aan het onderzoeken. En er zit een bedrijf met grasmatten, polyester. Ja, in hoeverre kan dat nog een gevaar opleveren voor de omgeving? Nou, dat maakt een onderdeel uit van dat onderzoek wat ze aan het doen zijn. En vandaar dat we uit voorzorg al wel een NL-alert hebben verstuurd om het achterliggende gebied, dus waar de rook naartoe gaat, te alarmeren. Hoe groot is die rookontwikkeling en wat voor straal of gebieden kunnen mensen daar last van hebben? Nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat we zeker in de eerste fase de rook heel hoog ging. En eigenlijk over de gemeente Dongen heen gaat en niet door de gemeente Dongen. En dat is natuurlijk wel een geluk bij een ongeluk. Nu is het ook zo dat dit bedrijf besproken zou worden in de gemeenteraad vanavond. Zembla heeft er aandacht aan besteed. Het valt al iets over te zeggen over, ja, je gaat bijna denken brandstichting of andere oorzaken dan een normale brand. Nee, die verhalen heb ik ook gehoord. Hè. Maar wij richten ons nu echt in eerste instantie alleen maar op het blussen van de brand. En te zorgen dat er geen overslag plaatsvindt en dat iedereen veilig is. En in een later stadium zal er onderzoek gedaan worden naar wat er hier nou precies aan de hand is. Zijn er mensen gewond geraakt of rook ingaan en dat soort zaken? Nee, gelukkig kunnen we melden dat er geen gewonden of slachtoffers zijn gevallen. En dat is natuurlijk altijd onze prioriteit nummer 1. Zijn er verder nog bijzonderheden, bedrijfspanden ontruimd, dat soort zaken? Nee, er zijn op dit moment verder geen ontruimingen gedaan. Je ziet ook, het is donker, hè? De meeste bedrijfspanden zijn ook dicht op dit moment. Dus we kunnen ons met volle aandacht richten op de brand. Moeilijk is het om deze brand onder controle te krijgen. Zijn er bijzondere omstandigheden die het moeilijk maken? Ja, de bijzondere omstandigheid is dat het allemaal rollen zijn van die kunststof grasmatten. En dat zijn stapels en het wordt erg moeilijk om die stapels ook uiteen te trekken. En we houden dus ook rekening met een langdurige inzet. Hoe lang kan dit duren? Waar houden jullie rekening mee? Nou, we houden zeker rekening met uren, maar dat zou zelfs wel dagen kunnen zijn. Maar dat gaan we in de loop van de avond en nacht ontdekken. Dagen houden jullie rekening mee? We houden rekening met dagen, omdat we dan ons al kunnen voorbereiden op hoe gaan we dat doen met aflossing. Wat kunnen we nog meer organiseren? Dus we gaan al van het ergste uit, zodat je wat kunt terugschakelen op het moment dat het meevalt.